Wij besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting afkomstig van de Meteorologische Dienst Suriname, die geldig is tot en met morgen 1 augustus. In de avond komen op enkele plaatsen boven het zuidwesten perioden met lichte tot soms matige buien voor, die mogelijk gepaard gaan met onweer. Aan het eind van de nacht zal zich voornamelijk in bosrijke gebieden plaatselijk nevel en of mist ontwikkelen. Marowijne, Komowijne, Paramaribo, Wanica, Saramaka, Koroni, Para en Brokopondo zullen weinig bewolkt en voor een lange tijd droog zijn. In Nikeri komen er af en toe lichte buien voor met overwegend droogte. Sipaliwini zal perioden met onweersbuien kennen met soms windstoten. In het noordwesten, langs de kust, komt morgen in de ochtend mogelijk een lichte regenbui voor. Tijdens de middag en de avond zullen op sommige plaatsen lichte tot matige buien vallen, die soms gepaard gaan met onweer en mogelijk windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 1 augustus in de middag op enkele plaatsen matige onweersbuien zullen vallen, eventueel gepaard gaan met windstoten.